Tom. Bij Dynamite Magic Shop product update 127. Oftewel, mei 2021. Ja, en dan gaan we meteen beginnen. Zo, ja, we hebben echt heel veel. We weten niet eens of we alles gaan laten zien, want dan zou het bij een speelfilmformaat update kunnen worden van 1,5 uur. Zonder pauze. Zonder pauze, inderdaad. Dus, mocht je twijfelen, zet hem op pauze nu. Pak chips, popcorn en een biertje, want de komende tijd zit je gebakken. Leon, jij wilde wel laten zien? Ja, dit is nieuw. Ja, dat is allemaal nieuw eigenlijk wat we laten zien. Ik kan het zeggen, we gingen even kijken wat kunnen we laten zien in deze product update. Sinds de laatste update zijn er 50 nieuwe producten bijgekomen. In één maand. Ja, nou, niet alle 50 hebben wij geoefend, dat is onmogelijk. Behalve de tijd, is gewoon onmogelijk. Sommige dingen kunnen we ook niet laten zien. Sommige dingen gaan we vertellen, sommige dingen proberen we te laten zien. Maar je kan niet indenken dat we meer dan 1 truc per dag. We zijn de meeste tijd hier bezig met klanten in de winkel en met alles eromheen. Dus als ik tegen jou zou zeggen, je moet de komende maand 50 trucs oefenen buiten je normale baan, dan zou je ook zeggen, ik weet niet of dat een goed idee is. Nou, dat is. En dit is er zo één. Letterlijk. 2 minuten geleden, denk ik, hebben we deze eventjes voorbereid. Niet geloven. Eerste vertoning, daar gaat ie. Ik heb hier een spel kaarten. En ik heb hier een schoppenboer. Ja. Ik heb hier... ik neem aan dat er meer boeren in zitten. Ah, hier. Hartenboer. Ik heb hier een... Klaverboer. En... Dat is een vrouw. En een ruitenboer. Ja. Verder, niks speciaals. Ik zou ze nog even schudden. Zo, hoppakee. Het wordt allemaal normaal, hè? Ja. Ja, oké. 3 liggen bovenop. Ja. Daar gaat hij. We pakken de 4 boeren op deze manier. Ik leg ze alle 4 bovenop. Mm-hmm. En het mooie is, René, ik pak de schoppenboer. Ja. Gaat in het spel. Ja. Ik pak de hartenboer. Die gaat ook ergens in het spel. Ja. Ik pak de klaverenboer. Ja. Die gaat ergens in het spel. Ja. En ik pak de ruitenboer. Kijk, die gaat ook ergens in het spel. Uh-huh. En als ik nou met mijn hand eroverheen ga, zie je de schaduw? Ja. Dan gebeurt er iets heel magisch. Want nu heb ik hier de schoppen, de harten, de klaveren en de ruitenboer bovenop. En de ruiten 3. En dit is een nieuw effect. Super visueel. Super makkelijk. Dit is wel de eerste vertoning. Ik dacht dat het misschien nog mooier kan, maar dit is gewoon hoe vaker je doet, hoe makkelijker het gaat. En dit is Jack Returns. Exclusief bij Dynamite Magic Shop van Normac. Ja. En hou de website in de gaten, er komen nog meer toffe dingetjes aan van Normac. We hebben Leon heeft een leverancier gevonden. Contact mee gelegd en die maakt allerlei leuke dingetjes inderdaad. Ja, met kaarten en mentaal. Ja. En dat we inderdaad veel hebben gekocht van hem, zei hij, nou, jullie mogen exclusief voor Nederland en België. Nou, daar zijn we heel trots op. Hele leuke dingen. Ja. Moeilijkheidsgraad. Van 0 tot 10, hoe moeilijk is hij? Ja, je ziet dat ik doe, dit is een 4-5. Je moet wel de juiste kaarten eruit halen. Dat is niet moeilijk, want het zijn boeren. Oké, je moet niet blind zijn. Ja, oké, dat is 1. Dus dat is 1. Ja. Je moet kaarten op kunnen pakken. Ja. Dat is dus handig als je 2 paar handen hebt. Ja. En je moet kaarten van het stapeltje af kunnen halen en het spel kunnen duwen. Dus als je dat kan... Ja, dus is een moeilijkheidsgraad 1 ongeveer. En je moet een DVD kunnen kijken. Je moet een DVD-speler hebben. Dus... Maar, geen paniek, stel voor je zegt, ik heb geen DVD-speler. Ja, dan kom je middagje hier, dan sluiten we hier de DVD-speler aan en kun je hem hier in de winkel bekijken. Dat kan. Of we sturen je het bestand door, er staat een MP4-bestand op de... Het is een schijf, volgens mij is het een CD-ROM zelfs, want het is een MP4-bestand. Kunnen we je ook doorsturen. Ja. Dus dat is geen probleem. En dan compleet met de CD... Met een kaartspel, met het geheime iets. Ja, alles wat je nodig hebt. Ja, completer kan niet. Je hebt gewoon echt niks meer nodig dan dit. Ja. En Jack's Return, voor de prijs, kost $32,95. Leuk ding, voor een leuke Eigenlijk een zelfwerkende truc bijna. Ja. Ja, is het ook eigenlijk. Is het ook eigenlijk. Je probeert dus jezelf werken. We hebben zoveel spullen hier liggen. Ik ga even een soort van... experimenteren. Dit is mijn ring. De bekende update ring bijna. Er zit, niet elke update, mijn trouwring gewoon. En ik heb hier een doek. Een mooie rode doek. Tada! Kijk, mooie rode doek. Het leuke is, stel voor, je neemt de ring.
Je doet de ring onder deze doek. Zodat de toeschouwer die kan voelen als het goed is. Ik ga even meekijken. Je ziet hier ook echt de vorm. Heb je hem? Ja. Top. Oké. Hou de ring vast. Als die ring verdwijnt, heb ik een probleem. Dat is namelijk het hele ding. Oké. Wat ik tevens nog heb, is dit. Is namelijk een zakje. Zie je? Zakje. En ik kreeg hem neer. En een paar sleutels. Heb je de ring nog vast? Ja. Mooi. Want, let op. 3. Bij 3 mag je het doek loslaten. 1, 2, 3. En de ring is spoorloos. Nou, hoe doet hij dat? Verdwenen. Hoe is dat mogelijk? Niet te geloven. Leon, hier staat een zakje. Zou je het zakje willen pakken? Ja. Er zit een soort van touwtje veters bovenaan. Die zijn gestrikt, mocht je hem losmaken. En dan mag je het doosje openmaken. Doosje? Zakje? Ja, zakje openmaken. En in het zakje, dat zei ik al, daar vind je... Een doosje. Doosje, ja. Moet eruit halen? Dat moet eruit halen. Ja. Dat doosje zet een slot op. Je hebt ons bovenstaan, het doosje, maar dat maakt niet uit. Oh, sorry. Nee, dat is ja, even omdraaien. Dat kun je niet aan doen. Mag je met de sleuteltje slot openmaken? Ja. Ik zal hem even draaien, dan kan iedereen het zien. Ja, dan mag je het doosje openmaken. En daarin zit... Een ring. Oh, de ring. Enkele jaren geleden kwam op de markt de RSVP-box van Matthew Wright. Het was een kunststofversie van deze truc, zeg maar. Was leuk, maar het bleek toch... Ja, voor mij plastic. Een plastic oogt wat vaker wat goedkoop. Nu is er de RSVP Box Hero. Even voor het idee. Deze zijn er gemaakt aluminium. Massief aluminium, dus dikker materiaal. Geen holmateriaal. We hebben hem in 3 kleuren. In donkergrijs. In een soort chrome outlook. Hero, en, Magneto, dacht ik, en... Dark Knight. Dit is Dark Knight. Ja, Hero is de naam van alle doosjes. Magneto heb je nog een en Gun Grey of zoiets. Maar dat heeft, ja, dat is de kleur. Nee, dit is Gun Grey. Maar we hebben de 3 kleuren. Je ziet, je kunt de website allemaal zien. Prachtig gemaakt. Ja, wat moet je daar meer over zeggen? Je kan er kleine voorwerpen in laden of uit stelen. Dat kan in principe ook. Dus je kan er ook bijvoorbeeld een ring in plaatsen als je wil. Dat is ook een mogelijkheid. En die kan je dan, ik heb het nu niet gedaan, maar die kan je uit het doosje stelen. Dat is ook een optie. Dan berg je het doosje op, een slot erop en dan is het voorwerp er al uit. Dus je kan ringen, stelen, verwisselen. Munten en dingen kun je er laden of stelen. Dat is het idee. RSVP Box komt met het speciale zakje. Want ja, dit zakje wat gewoon dicht is, is ook gegimmickt. Mooi gegimmickt, waardoor je het doosje kunt laden, om het zo te zeggen. Terwijl die nog in het zakje zit. En dat is, goed gemaakt. RSVP Box in 3 kleuren kost €132,50. De ring, overigens, die... Die zit er niet bij. Nee. Ja, we hebben niet meer nodig, want in principe wat we... hou dit er vast, trouwens. Als je nou dit doet... Dan, de ring weer weg. Dat is niet handig. Hij zit niet terug hier in de week, zeker? Maar jij hebt een doosje in je hand! Ah, sorry mensen, we hebben toevallig 2 varianten. Mag open, je mag hem openmaken, het is schroefdraad. Oh, ik zal eerst laten zien trouwens, dat iedereen... Ja, zit maar Paul wil die zomaar. Ja. Dat klinkt niet als plastic. Hou dat van boven, goed boven de mat, dat we het duidelijk kunnen zien. Ja. Want in het doosje zit namelijk... Nog een doosje. Oké. Dat doosje is ook compleet dicht. Yes. Niks aan te ontdekken. Ik ga het openmaken. En daarin zit op wederom mijn ring. De Double Brass Safe Boxes. Mooi gemaakt. Ja, echt mooi gemaakt. Ook gemakkelijk te laden. Kostte €39. Geen geld voor hoe dit gemaakt is. Overigens, als je afvraagt, die rode doek die we altijd gebruiken in de video's, is de Handkerchief Vanishing Ring van Bazaar de Magia. Verkopen we ook gewoon. Ik weet even niet de prijs in mijn hoofd. Ik zou hem weer om de hoek kunnen kijken, hangt hier, maar dat maakt niet uit. Dat ook op de website. Is, vind ik, persoonlijk de beste doek om ringen te laten verdwijnen. Dus die hebben we ook. Dus dit is de Double Brass Safe Box Ring Vanishing Handkerchief.
Nou, je moet deze trucs niet achter elkaar doen, tenminste, zou ik niet doen wat ik nou deed. Ja, ik zou gewoon één keer. Omdat ik twee dingen met een ring hadden, deden we ze even achter elkaar. En dan zou ik twee losse trucs hebben. Daarmee. En dan heb ik nog iets leuks, René. Dit is de Nexus Wallet. En de Nexus Wallet is een wallet waar je mee kunt pieken. Je kunt er een kaart inladen en nog veel meer. De instructievideo duurde 4 uur. Ik had niet even zin om 4 uur even alleen maar video te kijken. Dat verklaart ook waarom we straks zeiden bijvoorbeeld. We kunnen niet even 50 dingen oefenen. Want inderdaad, deze instructievideo is, als je alle details wil leren, 4 uur. Dat is niet omdat het zo lang getrokken is, maar dat ze gewoon alle mogelijkheden laten zien. En het idee is dat je hier dus een ID-kaart in doet. Je kunt je eigen pasjes hier aan doen. Je kunt een kartoewallet doen. En het toffe hiervan is, je vraagt iemand om zijn hand open te doen. Je legt de portemonnee op de hand en je hebt gepiekt. En waar heeft Leon het over met pieken? Inderdaad, iemand schrijft bijvoorbeeld een getal op, of een pincode, of een naam, of een voorbeeld waaraan hij denkt. Het kaartje wordt hier omgekeerd ingestopt, dat je niet weet wat het is, zeg maar. Ja. En toch weet jij wat het is. Dat bedoelt Leon met pieken, mocht je dat niet weten wat het is. Ja, dat is mooi gemaakt. Hij is sowieso mooi gemaakt, je kan hem altijd bij je dragen. Ja. En het toffe vind ik dat je inderdaad ook een card to wallet, zelfs een envelopje kan doen. Je kan zelfs je kan er ringen inladen. Dus een geleende ring, wat ik net had, zou er ook in kunnen verschijnen. Maar je kan er ook bijvoorbeeld ringen instoppen. Die je er ook uithaalt om ergens anders te laten verschijnen. Het is meer dan een peak wallet. Veel meer. Het is eigenlijk een, ik zal niet zeggen alles in één, maar wel heel veel in één. Multi wallet. Dus al je andere peak wallets, ring to wallet, envelope to wallet, kunnen in principe opzij. En dan kun je er maar één dingetje voor pakken. En dit past gewoon in je zak. Want het formaat is ook niet als een goochelaars wallet. Weet je, als een groot ding wat niemand heeft, wat alleen de goochelaars bij zich dragen nog. Ja, ik vind het een tof ding. Ook papiergeld, best wel wat. Kun je hier maar tussen doen. Ja. Die klep kun je eraf halen. Ja, dan kun je zelfs omdraaien, dus de elastiek, daar kunnen dingen tussen klemmen. Ja. Je kunt de klem ook weglaten als je zou winnen. Ja, daarom. Ik vind het een tof ding. Ja, en hij kost 119 euro. 119. Niet goedkoop misschien, maar goed, we hebben wat portefeuilles gehad van 200 euro. Maar dit is wel. Ja, maar goed gemaakt, de informatie erbij krijgt is wel goed en duidelijk. Dus ik denk dat je daar ook grotendeels. Ja. Voor betaald, zeg maar, voor goede instructies met duidelijke uitleg en verschillende dingen die je ermee kunt doen. We gaan er nu te snel overheen eigenlijk, voor wat het is, want het is echt je kan er werkelijk alles mee. Voor meer informatie, check gewoon de website, instructievideo, of instructie, de demo video's, dan heb je meer een idee wat daarmee kan. Het is een echt multi wallet. Dan kijk je naar rechts, en dan word je heel gelukkig. Waarom? Ja. Deze, de eerste partij, waren er zo doorheen en we hebben ze weer terug op voorraad. Dit is mensen, één van de dingen die ik nog altijd wil leren. Ikzelf ook. En heeft ook weer te maken met tijd. Ook dat het wel een echt serieuze routine is waar je op moet oefenen hoor, maar gewoon met tijd. Dat is een routine die ik al jaren op mijn lijstje heb staan, zo van, goh, dat ga ik dan oefenen. Dit is de Two Cup Routine bij Tommy Wonder. Nou, hij is niet gemaakt door Tommy Wonder. Hij is ook niet gemaakt door Elke van Dokkum die jarenlang zijn sets maakte. Maar deze is gemaakt door Raphael en Bluter Magic. Met de goedkeuring van Tommy Wonder Estate. Dus familie en vrienden, noem maar op. Hoe noemen ze nou? De nageslacht of de familie van Tommy Wonder. Is dit. Kijk, je krijgt een mooie certificaat erbij. Met alles erop en eraan wat je nodig hebt met instructievideo's. En je krijgt, zoals je dat wellicht weet, krijg je het zakje met de pompom. De mooie balletjes, echt mooie zachte balletjes, zijn geen gehaakte balletjes, echt van die hele zachte pompons. En de bekers. Nou, bij deze truc raden we je even aan om de video te bekijken op de website, bij ons in de webshop. Of Google even op Google, ga naar YouTube en zoek even Tommy Wonder Two Cup Routine. Deze routine is één van de sterkste die je kunt voorstellen. Want normaal verschijnen balletjes, verdwijnen balletjes, verplaatsen balletjes, maar hier verschijnt deze bal, die eigenlijk je steeds vastschroeft met een schroefje aan dit zakje, verschijnt regelmatig onder de bekers. En hoe beter de toeschouwers gaan opletten, hoe erger het wordt, want ze zien telkens niet dat die bal verschijnt. En als finale heb je zelfs onder één beker de bal, dan wil je de bal terugschroeven op de zak, en is de zak ook weg en die blijkt in een andere beker te zitten. Geniaal. Echt geniaal qua timing en alles. Dus dit is een... veel mensen kopen dit handen en zeggen, oh, die had ik altijd willen hebben, die routine. Die zeggen, ik heb geen tijd om te gaan leren, maar dit heb ik altijd willen hebben. Nou. Deze set, compleet, 165 euro. Even voor het idee, de originele bekers, die Tommy Wonder zelf ooit, of die Alcom Dokkum ooit maakte van Tommy Wonder, waren 475 euro. Dus
in verhouding is deze prijs beter. De bekers zijn iets kleiner als de oude bekers die we die ooit waren. Ze zijn een centimeter of 2-3 kleiner. Maar dit is als je... En er komt wel er komt in principe een uitleg bij. Ja. Maar de uitleg is niet echt een uitleg. Dat is meer een lezing ja. waar hij... Ja, een beetje ja. vertelt wat er gebeurt, maar ik vind het niet echt een uitleg. Ja. Dus als je deze echt wil leren, raad ik de Tommy Wonder boeken aan. Ja, nu sta ik toch even op. Dat is misschien niet netjes, maar we hebben achter onze lampen hier. Daar staat namelijk de set. Kijk, dat is dit. Ja, we pakken ze toch even mee. We hebben volgens mij nog nooit gesproken, dat we lang hadden natuurlijk, maar we hebben het nu toch over. Dit, mensen. Als je boekenkast maar uit je goochelbibliotheek boekenkast maar uit 2 boeken zou mogen bestaan. Deze. Vraag het elke goochelaar met ervaring en die zal dit beamen. Dit zijn de beste boeken, nou ja, niet als je mentaal wil leren goochelen, dat zeg ik niet, maar psychologie, timing, prachtige routines, tame card, cups and balls routine, van alles en nog wat. Je ziet hoe Tommy Wonder dacht moet ik zeggen. Hoe die dingen maakt, hoe precies. Alle informatie erbij zijn. Dit zijn gouden boeken. Niet gepland, we laten ze toch even zien. €99 enkel verkrijgbaar per set van 2. Dus niet los, enkel verkrijgbaar per set van 2. Maar geloof me, je wil niet alleen maar boek 1 of boek 2. Je wil gewoon allebei de boeken. Want dit zijn. Het waren een van de eerste boeken die ik ooit kocht toen ze uitkwamen. Nou, dat is lang geleden. Echt lang geleden, ik denk ergens begin jaren 90 of zoiets, gok ik. 95 zo denk ik, die kant op, 98. Ja, en ik heb ze 10 keer gelezen, fantastisch. Books of Wonder heet ze overigens. Moeten we niet vergeten even te vermelden hier onder de video, want die staat nu niet in onze lijst, maar dat was weer een extraatje, de Books of Wonder. Leg ze even zo, dan zijn ze zeker uit beeld. Ja, dat is. Dan gaan we door naar de volgende, want we hebben genoeg op de lijst staan nog. We gaan door naar de volgende. René, heb jij toevallig een pen voor mij? Ik heb een Sharpie, ja, ik heb ook een pen. Ik heb namelijk iets meegenomen, een Zippo aansteker. En het toffe van die Zippo aansteker is dat je er zo met de pen doorheen kan. Ik neem aan dat mensen het kunnen zien. En het mooie is, je kunt de pen eruit halen. En het allermooiste is natuurlijk dat je de Zippo kan. Nou, ik heb er geen vloeistof in zitten. Makkie. Maar je kunt de Zippo uit handen geven. Mooi gemaakt, degelijk gemaakt. Dus deze. Kun je gewoon compleet laten onderzoeken. Ja. En inderdaad, wat je zegt, daar kan benzine in. Ja. En dan is gewoon je echte aansteker die je altijd bij je kunt hebben. Ja. Dus neem je aansteker mee, heb je altijd een truc bij je. Ja. Kan dat ook met plastic aanstekers? Dat kan ook. Dat kan ook. Echt? Ik heb hier ook een plastic aansteker. Oh. Daar kun je wel mee doen. Eén nadeel. Hij doet het niet. Je kan, ja, kan hier ook mee? Ja, ja. Oké, okay, dat kan proberen. Als je nou een keer... Oh. Wacht eens even, oké, dat is apart. Zie. Je kan hem ook helemaal hop, eruit trekken, zeg maar. Tadaa! Hoe dan? Dat is ook raar, niet? Ja. Vreemd. Dit zijn eigenlijk 2 trucs die op elkaar lijken. Ja, ze zijn allebei uitgekomen in hetzelfde tijdsbestek. Ja, en ze hebben. Ze wisten ook van allebei elkaar, van elkaar af, dus ze hebben samen rekening getroffen. Ja. Om deze truc uit te brengen. En deze. De Zippo aansteker, zou ik maar zeggen, is van Illusionist. Ja, Plasma. Plasma kost... €42,50. Ja. Kun je laten onderzoeken. Ja. Kun je altijd bij je dragen. Ja. En je hebt altijd een truc en een aansteker. Ja. Aetna is... ik wil van zit weer in mijn hoofd nu. Deze kun je niet laten onderzoeken standaard. Dan zou je even een extra kleine bik aansteker moeten kopen en switchen. Dan kun je laten onderzoeken. Ik vind deze wel makkelijker. En daarmee bedoel ik dat ik hem, als ik hem pak, is hij al klaar. Ja, ja. Bij deze moet ik nog iets doen. Nou ja, het is minimaal, maar je moet iets doen. Dus qua relaxed, als ik zou mogen kiezen relaxed, zou ik deze pakken. Maar als ik zeg, oh, voor het publiek, live, en dat je met handen kunt geven, zou ik weer die pakken. Dus het is een beetje, het is verschillend. Maar dit is Aetna, en Aetna kost €29,95. Dus dat is weer goedkoper als deze. Ja, en deze ziet er weer wat luxer uit. Ja, het is wat luxe. Ja, het is een Zippo. Maar mensen, deze... je kan dat zien, je ziet hier ook gewoon helemaal niks hoor, overigens. Maar... En even voor het idee, deze is aanpasbaar voor Bic en een gewone aansteker. Ja, het is een Bic aansteker. Ja, dus in principe
Het is een bekend zeker. Etna, 29,95. 42,50. Plasma, 42,50. Ja. Allemaal trucs met VR. Oké. Okay. Ja. Mag ik ook. Ik heb hier drie dobbelstenen. In een doosje. Ik heb hier 1, 2 en 3. Duidelijk. En aan de andere kant een 4, een 5 en een 6. Dat klinkt als normale dobbelstenen. Want je hebt normaal heb je 6, 1, 3, 4, 5, 2. Dat klopt. Want een dobbelsteen is altijd 7. Als je niet uit China komt, is aan allebei de kanten samen altijd 7. Ja, ja. Dus als je nou een dobbelsteen uit je kast pakt en je denkt, ik heb in één kant 4 en de andere kant 6. Ja, dan doe je die ene move misschien. Dat kan ook, maar dan heb je, dat klopt niet. Oké, sorry. Dus ik heb hier drie dobbelstenen. En het mooie hiervan is, ik zal er eentje uithalen. Hoppakee. En dan kun je heel mooi door het doosje kijken dat ik nog twee dobbelstenen erin heb. Dat is leuk, dat je er uithaalt. En het allerleukste is als ik deze nou weg zou leggen. En ik knip in mijn vingers. Dan zul je niet geloven. Ik blaas heel hard. En dan zie je dat de dobbelsteen namelijk op magische wijze weer terug in het doosje verschijnt. Kan de dekseltje gewoon open? Ja, nou. Kan open eventueel. Oké, dat is apart. Maar nu komt het. Eén knip in je vingers. Eén keer blazen en dan zie je dat de dobbelsteen weer verdwijnt. Dus we hebben hier de 2 en de 3 en de 5 en de 4. Dus als we deze compleet willen maken, halen we de dobbelsteen weer ergens tevoorschijn. En je gaat weer in het doosje en je kunt alles laten zien. Fantastisch. En dit is Dice Flight. Ja. Ik heb hem gezien en ik dacht, nee, we moeten hem het assortiment nemen. Dat is hier heel iets van hout, wat ik mooi is. Van, we verkochten hem van plastic al 20 jaar, niet overdreven. Ja, wel een groter formaat. Nee, kleiner ook. Kleiner, precies de formaat hebben we ook. Oh, oké, sorry. Ja, ja, en Dice, bla bla bla, ik weet niet eens hoe die heet. €5. Maar dit is veel mooier. Ja, met mooie houten dobbelstenen. Ja, 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 ja. Je kan door de boven aan de onderkant kijken of de zijkant, ligt eraan hoe je bekijkt. Hè? Ja, ja. Dus om makkelijk mee te nemen, maar die past in principe in mijn hand. Dus die passen bij jullie en Niet in. Nee, nee. Maar ja, een klein kistje of wat dan ook om mee te nemen. Mooi gemaakt, handgemaakt. Ja, mijn Nederlandse instructie. Video, ja. Ja. €42,50. Leon legt heel duidelijk op de video uit hoe het werkt. Keurig netjes. Heel duidelijk. Dus, en het is ook goed te doen hoor, makkelijk. Ja. Ja. Dus dat is ook weer een hele leuke om in je winkelmandje te gooien. Of te komen ophalen. Of... Dat mag natuurlijk ook ophalen. Ja. Sowieso, we gaan nog even door. Verroddelen. Is toch niemand hier? Mijn vrouw die zit altijd, dus we hebben echt moeten wachten in de wachtkamer of zo. Ik had van die tijdschriften. En ze is altijd te lezen, hè. En laatst ook zegt ze, nou, kijk hier. Kun je zien wie de rijkste mensen zijn, wie de meest populaire mensen zijn. Ik, nou, lekker interessant. En we komen die avond thuis en ik loop naar de kamer en zit. Ik denk, wat ligt hier onder de tafel? Heeft ze die pagina gewoon uit de tijdschrift gescheurd? Ik denk, hallo, andere mensen wilden ook nog lezen. Maar nee, waarschijnlijk vond het zo interessant. Heeft ze gewoon eruit gescheurd. Dus je hebt hier bijvoorbeeld de 6 richest women, most loved men. Allemaal lijsten met allemaal verschillende mensen daarop, zeg maar. Ja, nou dat dus. En toen dacht ik, misschien kan ik er wel iets leuks. Maar misschien kan ik er wel een truc mee. Ik geef je even dit. Waarom geef ik je dit? Normaal doe je dit met 2 toeschouwers. Zeg er even bij. Nou, dit met 2 toeschouwers. En dan zeg je 2 toeschouwers, oké, we hebben 10 verschillende lijsten. Pak ik de tal onder de 10, zeg je tegen 1 toeschouwer. En dan zeg je tegen de andere toeschouwer, oké, we hebben ook 10 mensen per lijst. Dan mag de andere toeschouwer ook het getal onder de 10 pakken. Maar omdat jullie dan zeker niet hetzelfde getal pakken, mag 1 een oneven en 1 een even getal pakken. Maar ik wil niet weten welke getallen. Okay, dus 2 toeschouwers voor 1 mag een even en even een oneven getal onder de 10 pakken. Schrijf die even voor jouzelf op. Maar het gaat er meer om dat mensen het op camera zien. Dat ik het niet zie. Ja, ja. Maar dat, anders kunnen we het nooit eerlijk doen, zeg maar. Dus een even getal en een oneven getal onder de 10. Ja. Dus bijvoorbeeld 7 en 4. Ik noem het geks. Is dat gelukt? Ja, je mag het blok even draaien en neerleggen hoor. Maar oh, ik laat het even aan de mensen zien nog. Dat mag. Zal ik hem hierboven ook even laten zien? Ja? Als we kunnen zien. Ik weet niet of er te veel licht op schijnt. Maar dit is wat ik gekozen heb in ieder geval. Oké. Okay. Ik leg het beeld omlaag leer. Ja, ja. Kan ik bekijken? Dan mag je zelfs ook zijn. Oké, dan had je een oneven getal en een even getal. Laten we zeggen, de lijst die overeenkomt met je oneven getal. Dus als je 7 had, pak je lijst 7. Heb je 5, pak je lijst 5. Mag je gewoon even kijken.
De lijst die je hebt. Oh, heb je hem al voor je? Oké, okay, ik zal niet meer kijken nu. Ja, niet kijken, dan weet je misschien... Oké, okay, ik zal niet kijken, dan zal ik misschien iets weten. Als je die lijst voor je hebt, van die welk is het? Wat staat boven? De? Ja, ik ga het niet zeggen, want dan... Oh nee, dat zou ik toch weten. Oh, ja, dan weet voor. Je het misschien. Ik denk, maak het interessant, oké. Okay. Je had ook een even getal, hè? Ja, ja. Dan mag je een... De persoon pakken die bij het even getal staat. Als je 6 had, staat er bijvoorbeeld bij 6 staat de naam, huppel de pup. Ja? Zie je die? Ja. Oké. Moet ik het ook even de mensen laten zien? Of? Ja, dat mag. Doe maar. Ik hoop dat het lukt. Ik zal het even zo doen. Boven mijn dingen. Wijs hem aan hiermee, is dat makkelijk. Oké. Ja, dat is misschien moeilijk te zien. Zo, ik ga het even hier boven laten zien. Ja? Of dat lukt. Ik heb deze hier. Ja? Oké. Ja, ik weet welke ik heb, dus als mensen niet weten, vertrouwen op mij. Oké. Ik zal het langs de weg leggen. Denk even aan de persoon, man of vrouw, die je gekozen hebt. Ja? Ja. Oké, stel voor, even een denkbeeldige uitje. Het kan weer vanaf 5 juni, mogen we naar de bioscoop. Wij zitten samen in de bioscoop. Popcorn, biertje. Ah, reclame. Reclame op het scherm, allemaal reclame op het scherm. Saai, reclame. Ah, rijlessen. Nee, ik hoef geen rijlessen. Heb ik al gehad. Ik hoef geen rijschool. Nieuwe film komt binnenkort uit. Ah, nou begint de film. Let op. En daar komt de naam van die acteur of actrice. Super groot in beeld. Zie je het voor je, hè? Ja, zonder 3D-bril zie ik het. Zonder 3D-bril. Ja, oké. Heel groot in beeld. Welke kleur hebben die letters van die acteur? Als jij zou mogen kiezen. Jouw verbeelding. Mijn groen. Groen? Ja. Dat is op zich een aparte kleur. Maar het zegt mij wel iets. Want groen, dan zegt mij een vrouw kies je niet groen. Dus ik zou zeggen dat het een mannelijke kleur is. Dus ik ga ervan uit, sterker nog, je hebt een man gekozen. Je hoeft niet ja of nee te zeggen, maar je hebt een man gekozen. Daar ga ik van uit. Oké, je hebt een voornaam en een achternaam. Ja? En de voornaam, die is kort. Ik bedoel, ik zeg heel kort, dus zeg maar 3 of 4. Kort is, laat ik zeggen, 5 of 6 letters. Heb je kort, laat ik zo zeggen. Niet heel kort, maar kort. Oké. Klopt? Ja, oké. Denk ook even aan zijn achternaam. Ja. Die achternaam is ook kort. Sterker nog, heel kort. Ja. Oké. Dat wist ik allemaal. Ik ga namelijk even een voorspelling erbij pakken. Ik heb hier de voorspelling onder mijn hand. Het is niet te geloven. Zou jij voor het eerst willen zeggen aan welke acteur of actrice, maar ik ga er vanuit acteur, anders heb ik het compleet fout, want ik ga vanuit van mannen die zijn groen, dat jij gekozen hebt. Johnny Depp. Oeh, dus je van Pirates of the Caribbean, hè? Yes. Dat wist ik. Ah, ja. Want ik heb hier onder mijn hand een voorspelling met een foto van Johnny Depp toen hij nog een baby was. Ja. Hey, tada! Dankjewel. Dat kan dat hij ook. Dat is het. Nee, maar jij zei Johnny Depp. Net ja, toen hij nu ziet, tegenwoordig ziet hij er zo uit. Zie? Dat is Johnny Depp. Zie? Dat is hem. Je kan ook de naam onthullen, maar dit is, je hebt een optie. Je kan gewoon een metaal stukje doen en zeg je Johnny Depp. Of, andere namen kan ook, hè. Het is niet alleen met Johnny Depp. Of je hebt deze gag, kan ook extra met de baby gag. Ja. Of je gebruikt alleen deze, de foto. Hey mensen, dit effect heet... Gossip. Van Greg Patty. Ja, en dit is ook weer zo'n ding. Je moet dat gaan doen. Hoe vaker je het doet, hoe beter dat je wordt. Want je verhaal moet goed gaan. We hebben dit nog niet vaak gedaan, het is ook nieuw. Je krijgt 3 stuks van deze dingen. 3 stuks. Dat betekent dat je kan hem opvouwen. Ik ga hem jullie helemaal opvouwen. In je portemonnee stoppen. Ja. Dan heb je hem altijd bij je. Maar na een tijdje denk je misschien, nou, hij ziet er niet meer mooi uit. Voor je verhaal is het misschien wel mooi als je niet meer zo mooi eruit ziet. Als je zegt dat je hem uit een tijdschrift gescheurd hebt, noem maar op. Maar, als je hem gekocht hebt en je wil graag de pdf hebben om ze zelf uit te printen, geen probleem. Stuur ons een berichtje, krijg jij van ons pdf om ze zelf af te drukken. Ja, als je ze bij ons gekocht hebt in ieder geval. Ja, als je bij ons gekocht hebt, ja. En wat ik zelf het sterkste vind is om gewoon zo de naam te onthullen. Want dan vind ik het meer mentaal. Ik denk als je de baby gag doet, dan vind ik het meer als een goocheltruc. Dus persoonlijk zou ik... Ja. Gewoon de naam onthullen. Je kan het kiezen, hè? Je kan, als je serieus wil, zou ik nooit een babycake doen. Dat is ook zo. Maar bij mij zou de babycake wel passen. Omdat ik... dat is mijn stijl. Maar dan zou ik het begin eerst onthullen, Johnny Depp. En dan zeg ik, want dat wist ik. Want ik heb hier een envelop. En daarin zit...
de babykijk. Dan heb je eerst het mentale moment en dan heb je de babykijk. Dus het geintje en dan heb je alsnog de foto. Dan heb je nog een extra laagje erbovenop. Je ontvangt alles wat je moet weten, inclusief de online instructievideo. Drie flyers, zeg maar. Ja. Je, ik zal de mensen trouwens even het nummer nog laten zien. Want anders denk ik, hey. Wat had je gekozen eigenlijk? 9-8, dus dat was dan de negende lijst. Ja. Nummer 1. Most Loved Man, nummer 8, Johnny Depp. Johnny Depp. Okay. Ja, voor de mensen. Ja. Anders denken ze, ja. Maar ik heb echt... Oké. Okay. Niet verwisseld trouwens. Hetzelfde blad. Oké. Gossip. Ik had ook even een streepje eronder gezet, hè, want anders zeggen ze, ja, dat ken ik ook. 86. Gossip by Craig Betty. Ja, top. Top. Leuk. Ja. Ik heb nog wel een leuke, René. Oké. Een dekseltje. En ik heb hier twee muntjes. Nou, ben benieuwd. Een dekseltje. Ik heb hier een Chinese munt en een dollar. Ja. En een van die munten leg ik eventjes hieronder, René, als je het niet erg vindt. Chinese munt en een dollar. Chinese munt en zilvermunt, ja. Hier, dan heb ik hier. Zilvermunt, ja, oké. Okay. De Chinese munt. En als het goed is kun je daar met een rietje doorheen. Ja. Op deze manier. En als je zou willen, kun je blazen. En dan verandert die munt. Ik hoop dat mensen het kunnen zien. In een dollar. En als ik hier de zonder dollar gat. Heb, dan zit daar, onder het doosje, de Chinese munt. Wat? En deze truc heet N5. Komt met alles wat je nodig hebt. Ik doe nou een tafel. Ja, staande is beter, dat ik het zo even zeg. Ja, normaal doe je en ik heb het nog niet vaak gedaan in de winkel. Normaal gaat één in de hand van de toeschouwer. Maar even om het openlijk te houden, zodat jullie niet denken, ja, zit dit iets samen te friemelen, weet ik wel, onderhand. Dat eerlijk is, in de vijand hebben we onder deksel gedaan. En ook nu in coronatijd zou we dat zo kunnen doen. Ergens onder, niet onder dit dekseltje. Ik zou het N5 dekseltje niet meenemen naar je optredens. Ik neem aan dat het er goed op staat. Dit is ook iets wat je gewoon moet oefenen. Ja. Dus, ja. En je krijgt hem compleet met alles wat je bij hebt, zelfs het stokje om het door het gaatje te steken. Ja. Dit systeem heb je nog nooit gezien. Kan ik geloven? Nee, niet precies, niet precies. Iets wat erop lijkt wel, maar exact dit heb ik nog nooit gezien. Ja. Ik niet. Ja, dat ben ik met je eens. Maar we hebben wel iets wat erop het lijkt. Het lijkt wel iets, maar dan is het weer de 2.0 daarvan, zeg maar. N5 by NTG, €69. Ja. En kwaliteit... Super. Ja. Maar alles van die N2G is mooi. Ja. Check ook zijn... N2G... Ja, dat is... Die. Die van €65 en die van €69. Ja, Eisenhower en Morgendorf. Ja, Eisenhower komt er ook nooit meer terug. Super. Als die op zijn ze op. Oké. Wordt niet meer gemaakt, kreeg ik van de week een bericht. Leuk hè, dat we de naam niet meer weten. Super Triple Coin kun je hem vinden. Maar ik... Als je M2D op de website intypt, dan weet je wel. Ja, M2G, dan vind je het terug. Die hebben we ook laten zien, inderdaad. Dan heb je nog een heel mooi dingetje. Eén. Oh, houten kistje. Schitterend mooi kistje. Van laten zien ook. Wat zit daarin? Lijkt of iemand honger heeft, zo geluid. Een glaasje met daarin één. Balletje. Ik zal het balletje er even uithalen. We hebben dus een glaasje en een balletje en een kistje. Het idee is als volgt. We leggen het balletje in het doosje. We leggen het, zetten het glaasje ook in het doosje. Zo, een beetje hier. Balletje rechts van jullie. Glaasje links. We maken het doosje dicht. En het idee is dat het balletje zo meteen in het glaasje gaat belanden. Dat is het idee. Ik weet niet of dat kan. We gaan het zien. Want als je het doosje namelijk openmaakt... Zit het balletje namelijk in het glaasje. Win? Ik heb geen idee hoe dat kan. Win. Dat is Win. Oh, die doet het zo. Oké, apart. Dus je kan het balletje gewoon echt er langs leggen, wat idee. Je maakt het doosje dicht, zeg maar. En als jij wil, komt dat balletje telkens terug in het glaasje. Dat is Win. Ik krijg je er voor niks bij. Oké. Dit is, even denken hoe dat heet. Het Astro Ball Cabinet bij N8 Magic. Ja. Ook exclusief bij Dynamite Magic in Europa. Mooi gemaakt. Prachtig mooi gemaakt. Super gemakkelijk te doen. We werken nu met een gehaakt balletje. Denk je, belangrijk detail nou. Je kan het ook met een sponsballetje vertonen. Ik zit er ook bij. Je kan hem, als je met een spons mag gebruiken, kun je hem ook op het einde zelfs laten onderzoeken. Dus dan kun je op het einde kun je zeggen dat het balletje ligt in het glas. Zegt mensen... Kijk maar,
Je mag alles checken. Balletje, glaasje, kistje. Kan allemaal. €199. Verzameldingetje. Exclusief, prachtig mooi gemaakt. Astro Ball Cabinet by N8 Magic. En dan zijn we er een heel eind doorheen. We hebben nog deze. Potverdikke, die hebben veel verkocht al in een korte tijd. De Pi Revelations. Ik heb de instructievideo nog niet eens gezien. We weten wat het effect is. We kunnen het niet laten zien. Er staan in principe allemaal biergetallen in. Achter elkaar. En het idee is, dit is niet als een boektest dat iemand iets in een boek opzoekt dat jij weet wat ze hebben gekozen. Maar stel voor, ik noem even wat. Je laat een toeschouwer een pincode opschrijven. De Nexus Wallet die we net hebben gehad, schrijft de pincode op. Jij weet dus stiekem wat hij op heeft geschreven. Dan zeg je, oké, ik kan een mooie jouw pincode weten, toch? En je toeschouwer, ja dat klopt. Oké, pak even dit boek. Ga naar bladzijde, noem iets, 54, de vierde regel en de derde reeks van vier getallen. En de toeschouwer die kijkt daar en daar staat zijn pincode die hij op heeft geschreven. Dus dit is een onthulling waarmee je, als je een getal van vier cijfers weet, exact kunt zeggen waar die in het boek staat. Dat is Pi Revelations, dus het is de omgekeerde boektest, zeg maar. En het boek mag helemaal ons ook wel, dus het is gewoon bomvol getallen. En er zijn allerlei ideeën, het systeem is ook eventueel gekoppeld aan apps. Je kan bepaalde apps werken die hier weer mee samenwerken. Hoeft niet hè, maar het kan. Er zijn een aantal apps die hiermee perfect samenwerken waarop je dit ook kunt doen. Dus je hebt heel veel mogelijkheden. Het is niet voor niks dat de eerste twee of drie keer de leveringen eigenlijk al verkocht waren voordat ze binnen waren. En nu hebben we echt op dit moment eindelijk weer een aantal voorradig. Pi Revelations, €59,95. Ja... Een tof dingetje hoor. Kijk, het boekje ziet er ook gewoon uit alsof het de eerste 50.000 getallen van Pi zijn. Dus staat er ook op. Het is echt als een boekje wat je in een boekwinkel zou kopen als zijnde een wiskundeliefhebber. Dus het is geen goochelboek. Leuk ding. Het zou wel leuk zijn als je echt gaat optreden en dat er echt iemand naartoe komt. Ja, ik kan Pi. En mij ook Pi. Ja, Pi. Ik doe er nog eentje. Ik heb hier niks van liggen, dus. Nee, oké, ik doe er nog eentje. En dan is het klaar. En dan vertellen we nog even iets en is het klaar. Ik heb hier een paddle, een staafje met drie gaatjes. In het middelste gaatje stop ik een tandenstoker. In het middelste gaatje, voor het idee, in het middelste gaatje. Nou is het leuk, als je ermee wuift, dan springt die tandenstoker van het middelste gaatje naar het buitenste gaatje. Dat is op zich raar, want als je het in het middelste gaatje zet, dus het middelste gaatje, en je wuift ermee, springt hij, weer het andere buitenste gaatje. Dan zit hij hier in het buitenste gaatje. Midden is wel op zich wel raar. Midden is toch midden, zou je zeggen. Midden blijft midden, zou je zeggen. Maar als je wuift, kijk, midden, springt hij weer naar boven. Ik hou hem mee op. Dus gekke werk. Dit is de Jumping Toothpick. Jumping Toothpick Paddle. De verspringende tandenstoker paddle. Dat is deze. €7,50. Inclusief online video instructies hebben we voor je gemaakt. Standaard zat er een heel klein papiertje bij in het Engels. Toen dachten we, dan zeggen mensen. Oeh. Dus we hebben voor jou extra werk gemaakt. Een mooie instructievideo erbij gemaakt. Zodat je Paddle is mooi gemaakt, trouwens. Hoe dit werkt. Vind ik. Ja. Dan hebben we ook nog, en ik ga de truc niet laten zien. Maar we gaan er wel eventjes heel over vertellen. Deze is vanaf vandaag te verkrijgen. Nou ja, als je dit ziet. Ja, ligt eraan. Als dit donderdag uitkomt, is vanaf vandaag. Measure. Schitterend mooi ding, ja. Maar omdat we al zeiden, je moet dingen oefenen om het te laten zien. Dit is niet heel moeilijk, maar we willen het niet verpesten. Ik heb de video gezien en er staat een mooie routine op. Dus het is zelfs een routine op die mij voelde. En dat vind ik wel leuk. Echt tof. Measure to measure. Werk met een rolmaat eigenlijk. Kijk op onze website. We hebben hem ook exclusief voor Nederland en België. Een hele toffe routine. De nieuwste van elke ZM. En je weet, elke ZM maakt echt goed, kwalitatief goede producten. Check deze op de webshop. Measure for measure. Je kunt er echt toffe dingen mee doen. Je kan een lengte voorspellen. Je kan iemand zijn naam voorspellen. Ja. Ja. Kost €57,50. En je werkt met deze grote, echte Stanley rolmaat. Doe even terug in het doosje zo. Want we twijfel gaan we laten zien, maar we gaan het niet doen. Gewoon omdat we zeker willen weten dat het anders goed gaat. Volgende update. Laten we hem wellicht zien. Ik denk het wel zelfs, als we er niet op zijn. We hebben er een heleboel, maar als we
Wat dan ook zijn, laten we hem zeker zien in de volgende updates. Ja, voor de rest mensen, alles gaat verder open in Nederland, horen we. Daar zijn we heel blij mee. Dus ook de winkel, kom gerust langs. Je mag natuurlijk ook online bestellen, bellen, mailen, noem maar op. Maar je bent van harte welkom ook in de winkel hier. Dinsdagavond ben je ook van harte welkom in de livestreams. Die zijn er elke dinsdagavond. Op Facebook, op de Dynamite Magic Shop en de Gogo-collectie pagina. Of de livestream. Gogo-artikelen. Gogo-artikelen pagina van Facebook kun je de link vinden elke dinsdag na die stream. Daar verkopen we gebruikte, maar soms ook nieuwe spullen voor hele goede prijzen. Als je de link niet kan vinden, dan stuur ons even een bericht. Dan kunnen wij hem doorsturen. Wijzen we je de juiste weg. Ja. En ja, daarmee zijn we volgens mij een heel eind klaar. Volgens mij zitten we ongeveer tegen een uur. Dus het is een lange video. Maar we zijn aan het einde geraakt. Mensen, bedankt. Ik zeg tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoi hoi.